ik. Dag mevrouw, hallo. Nou, ik loop tegen een fantastisch muurschildering aan. Wat is uw naam? Hoe komt u hierop? Ik ben Rita Kamphuizen en ik schilder onder de naam van Kamphuizen Art. En ik ben gevraagd door een bewoner. En het is voor de bewonerscommissie geweest en de gemeente. En die hebben mij opdracht gegeven om deze muur te beschilderen. Ongelooflijk. En hoe heet deze straat in de beeld? De Euresweg. De Euresweg. Ah, in de beeld. Ja. Nou, ik ga het even op de video zetten, want het is ongelooflijk. Wat een kunstenares bent u, zeg. Ongelooflijk. Ik weet niet of de zon... Ik zal even zo beginnen. We hebben met de zon te maken. Ongelooflijk. Ik weet niet wat ik zie. Prachtige muurschildering. Het zijn diverse muren, eigenlijk drie muren die beschilderd zijn. Ze is bijna klaar. We zullen even een stukje dichtbij gaan. En dan zien we zo eigenlijk wat we gefilmd hebben. Het is natuurlijk een hele lange muur. Ja, en ik ga het hoekje om. Mevrouw zegt, u moet het hoekje om. Nou, dat ga ik doen. Kijk eens aan. Ongelooflijk. Als we dan kijken naar de omgeving, dan is dat natuurlijk wel heel erg mooi om dat hier zo in de straat te hebben. Het lukt het allemaal wat meer op. Dan zie je het beeld vlakbij de school overigens. Ik ga even rond. Hier zijn we weer bij de muur. Dan gaan we om. Meneer, ik ben een videootje aan het maken, dus als u er niet op wil, een beetje naar links. Dan gaan we nog even terug en dan, ze heeft het op een tablet staan, de foto. Zijn het eigenlijk bekende kinderen? Het zijn kinderen uit de buurt. En zijn mijn eigen kleinkinderen. En hun eigen kleinkinderen. Werkelijk. Ongelooflijk. Nou, gaat een alarm af. Sorry voor het geluid. Dan gaan we deze nog even bekijken. Zit hier ook een van uw kleinkinderen bij? Deze drie. Deze drie? Ah, dit jongetje is ook prachtig. Dit jongetje woont hier in de buurt en die heeft voor mij geposeerd. Nou, dat is heel leuk. Dit jongetje speelt ook wel eens met mijn hondje. Ja, Nina? Ja. En wat is uw leeftijd? Mag ik dat vragen? Ja, ik ben 68, bijna 69. Bent u 69 en u maakt dit? Wauw. Ja, het werd mij gevraagd. Ik heb nog nooit eerder een muurschildering gemaakt. Ik schilder wel professioneel op doek. Maar ik dacht, nou, dat is de kans om een keer een heel groot schilderij te maken. En wat voor een. Nou, ik neem nog even afstand, zeg maar, van de muur om het even van afstand te laten zien. En dan, dit is werkelijk ongelooflijk. We zullen even naar mevrouw gaan. Die zien we dan hier even aan het werk. Nou, u ziet hoe lang het is. Hoe lang bent u eigenlijk hier al mee bezig met dit project? Ik ben 7 september begonnen. Het afgelopen... Vorig jaar, ja. Wacht even hoor. 23. Dus afgelopen... September. Oh, september. Ja, afgelopen september. En dit heeft u in deze maanden allemaal gedaan? Ja. Ik kon natuurlijk niet schilderen toen het zo regende. Nee, het moet wel een beetje mooi zijn.
Ja. En 's morgens staat hier de zon op de muur, zeker? Nou, heel vroeg volgens mij. Heel vroeg. Er staat niet veel zon op. Maar ja, het is gewoon leuk. Het is dankbaar werk, want mensen komen dingen vertellen, vragen. Ik had een keer een meneer in tranen. Die zei, ik had mijn moeder hier langs willen laten lopen. Die was net overleden. Ah. Ja, en een keer kwam iemand een ijsje brengen. En een meneer gaf me een pilsje. Oh ja. En een andere meneer kwam me koekjes brengen. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja. En die platen, die zijn speciaal voor u hier neergelegd? Ja, die zijn speciaal voor mij neergelegd van de gemeente Werf. Ja. Wauw. En nou ja, dit is uw fiets, uw atelier, tenminste. Uw bakfiets, ja, met alle materialen. Nou, u staat gewoon bij vuilnisbakken eigenlijk, hè? Ja, daarom dus kijkt deze ook om een hoekje, hè? Oh, die kijkt naar je toe als je vuilnis wegbrengt? Ja, die kijkt dan om een hoekje. Nou, ik vind het fantastisch. Ik sluit de video af. En nou, ik vind het fantastisch. Ik hoop dat er rugbaarheid aangegeven wordt, want ik vind het geweldig. Dank u wel.